Vandaag zijn we hier in Sunparks de Campus Meren te Mol, waar gisteren de finalisten voor Mr. Gay 2020 verkozen zijn. Ben jij ook benieuwd wie deze jongens zijn geworden? Naast mij zit één van de kandidaten. Een van de kandidaten is Joren. Dag Joren. Hallo. Hoe heb je het afgelopen weekend reeds beleefd? Begonnen met heel veel stress, maar nu toch echt blij dat ik bij de top 12 zit. Oké, perfect. De mensen willen natuurlijk weten wie is Joren. Vertel eens kort een beetje over jezelf. Dus ik ben Joren, ik ben 20 jaar, ik ben afkomstig uit Leuven en ik ben student lager onderwijs. Oké, je studeert nog. Wat is je thema dat je wilt vertegenwoordigen durende deze 4 maanden in de verkiezing? Ik heb het zelf heel moeilijk gehad in mijn schoolcarrière, dus daarom ook mijn beroepskeuze. En ik wil dan specifiek inzetten op dat welzijn en op psychologische hulp bieden waar kan en die emotionele kant van het hele aspect. Oké, mooi. Ik denk dat dat zeker nodig is. En kinderen zijn natuurlijk ook de toekomst van onze maatschappij. Heb je naast het leerkracht zijn of het studentleerkracht zijn ook hobby's, specifieke dingen die je graag doet in het leven? Ik ben ook muzikant. Mijn muziek is een manier waar ik zelf heel veel emoties in kwijt kan en dat mij altijd geholpen heeft doorheen de moeilijke periodes. Dus het is vooral muziek. En muzikant, moet ik daaronder verstaan dat je bepaalde instrumenten speelt of hoe uitziet dat? Dus ik speel piano en gitaar en in de klas af en toe is de ukulele meenemen. En ik zing ook en af en toe zo eens proberen eigen nummers schrijven en dan daar kan ik dan het meeste in kwijt ook altijd. Oké, mooi. Ik zie dat je ook een tatoeage hebt. Heeft die een specifieke betekenis? Wanneer heb je die gezet? Ondertussen nu bijna een jaar geleden, denk ik. En dat is met mijn 2 beste vriendinnen. Het is een ster, een zon en een maan. En ieder van ons 3 heeft iets ingekleurd. En dat is omdat we er dag en nacht voor elkaar zijn. En die zijn ook altijd er zo wel voorbij geweest. Dus daarom dat. Okay. Heel mooie boodschap. Vrienden voor het leven zijn heel belangrijk. En een mentale gezondheid van de mens. Dus heel belangrijk. Top Joren, bedankt voor dit interview. Ik wens u veel succes de komende maanden. En we zullen zien op 23 mei waar je strandt. Dankjewel.